Hallo lieve Leo, welkom bij jullie maandreading van mei 2024. We gaan vandaag eens kijken wat er naar voren gaat komen voor de komende periode. Nu kan het ook zijn dat het voorspellende berichten zijn of de elementen naar voren komen waar je op dit moment middenin zit. Dus kijk en voel vooral even welke tijdlijn voor jou is. Laat het stukje los wat niet voor jou bestemd is. Het kan ook zijn dat het op een heel ander moment pas op jouw pad gaat komen, deze video. Weet dan dat het tijdloze berichten zijn en dat er ten alle tijde een boodschap voor jou in zit wanneer deze video jouw pad gaat kruisen. Mocht het zo zijn dat je het gevoel hebt van, nou, dit is niet helemaal mijn tijdlijn, laat het dan los. Kijk dan even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Maar goed, we gaan lekker beginnen vandaag. Je ziet dat er al orakelkaarten op tafel liggen. Dit komt omdat ik vooraf gemediteerd heb en heb geshuffeld, zodat ik meer tijd op beeld heb voor jullie reading. We gaan als eerste beginnen met de orakelkaarten om te draaien en te verwoorden. We krijgen de vierde chakra, aartsengel Raphaël, hartchakra. Belangrijk aspect natuurlijk. Ik heb al meerdere readingen opgenomen vandaag. En er kwam toch wel de hartchakra duidelijk naar voren dat daar wat pijn getransmuteerd mag worden, dat het verlicht mag worden. Dus wellicht voor jullie ook. En we krijgen de eerste chakra, aartsengel Michael of Michael, net hoe je het uitspreekt. Dus het goed blijven gronden is in deze tijd heel erg belangrijk. Dan zul je ook merken dat er meer stroming kan voortzetten. Mocht er een blokkerende energie zitten bij je hartchakra, dat ook door de gronding meer energie weer mag gaan stromen. Waardoor je ook aan gaat voelen waarbij het stukje zit wat aangepakt mag worden. We krijgen Star Ancestor, follow your voice of your soul. Dus volg eigenlijk het geluid van je ziel. En dat is waar de komende tijd ook meer op gericht is. Dat je meer naar je onderbuik voelt, meer naar je ziel mag gaan luisteren. Zodat je ook weet van oké, ik kan dit door gaan pakken. Ik heb de kracht in me zitten om dit te verwezenlijken. En het zal voor sommigen ook zijn dat je een soort herkenningspunt gaat volgen vanuit een innerlijke stem die gekoppeld zit aan vele lichtjaren geleden. Sommigen zijn namelijk op andere planeten ontwikkeld of ontstaan, maar in het aardse bestaan hier gekomen om levenslessen te leren. En daar ga je inzicht. Sommigen zijn echt starseeds die nu aan het kijken zijn. Dus mocht dit jou in één keer raken, weet dan ben jij een starseed. Oh, kijk eens. En we krijgen kracht. Geloof in je eigen kunnen. Je bezit een enorm doorzettingsvermogen. Vanuit die lichtheid, vanuit die kracht in een pure vorm. Hè? Niet in een verdedigingsmechanisme, maar vanuit de juiste energiestroom. Maar lieve Leeuw, jullie eigen kracht komt hier ook te liggen. Hè? Dus er gaat een verandering plaatsvinden voor jullie lieve zielen. We gaan nog eens even met de tarot dieper erop in. Oh, nou, dat zijn er te veel. Die komt er wel omgekeerd uit. Mogelijkheden gaan jouw pad kruisen. Alleen zie jij die mogelijkheden nog niet, omdat er nog een stagnatie is op deze chakras. Er gaat dus het verandering plaatsvinden waarbij jij dus een nieuwe richting gaat bepalen. Een nieuwe richting waarbij jij ook voelt van oké, dit is voor mij bedoeld. Hier mag ik naartoe. Sommigen kan het zijn dat jij een soort nostalgie gaat ervaren. Een element van vroeger wat naar boven gaat komen. Wat je hart misschien weer gaat verwarmen. Maar ik wil er wel bij weergeven, blijf wel goed gegrond. Ik zie nou trouwens, ik heb ook groen aan, hartchakra. Ik zie namelijk een bospad waar je op mag gaan lopen, maar dat je dan ook elementen ziet wat er om je heen gebeurt. En als je daar meer zicht op gaat krijgen, dan zul je ook merken dat er bepaalde transformerende energie al gaande is. Dat kan zijn dat op het moment dat jij door een bos loopt of op een plek bent waar jij vroeger altijd kwam met je vader, je moeder, je opa, je oma, vriendje, vriendinnetje, dat je zoiets hebt van, oh, dat was altijd een fijne tijd. En dat je daar weer even aan terug gaat denken. En op het moment dat jij daar aan terug gaat denken, heb je zoiets van, oh, moet je eens kijken wat ik eigenlijk al die jaren al voor elkaar heb gekregen.
Ondanks de levenslessen die ik heb gehad, ondanks de intensiteit wat ik heb gehad, heb ik wel heel veel kennis weten te neer te zetten en creëren voor het hoogst haalbare van mijn pad. Nu zal het niet zonder slag of stoot zijn gegaan, maar wat ik hier voel is wel dat zolang jij de stem, jouw innerlijke stem blijft volgen, kun jij heel veel verwezenlijken. En door dat te kunnen verwezenlijken, zul je ook steeds meer in jouw trillingsenergie gaan upgraden. En zul je ook merken dat je connecties kunt leggen met, stel dat je van een andere afkomst bent, een starseed, wat dan ook, hè? Want er zijn natuurlijk heel veel planeten waar je afkomstig van kunt zijn. Daar kun je met die energie connecten. En dan zul je ook merken van oké, daar liggen mijn roots. Daar sla ik op aan. En daar zal een herkend moment dus zijn, mocht je dus in het bos lopen of ergens een nostalgisch stukje krijgen. Dan zul je ook daarna, door middel van meditatie of dromen, een omgeving zien waar jij afkomstig van bent. Want ik zie iets heel, een hele mooie valleiachtige, ja, ik weet niet, ik kan het niet goed verwoorden. Een hele serene, fijne, rustige, liefdevolle energie voel ik. Dus mocht jij dit zijn, laat dan vooral even een berichtje achter. Je hebt ervoor gekozen om in dit leven, in het aardse bestaan, dus terug te komen. Om ook te ervaren hoe het is als het niet sereen en liefdevol is, maar dat er weerstand is en pijn en negativiteit en dat soort aspecten. En hier ben jij op dit moment in dit leven heel ver al in je uitzuivering. En nu kan het zijn dat je zoiets hebt van ik weet niet waar jij nu over praat, maar dit is nog niet helemaal voor mij bestemd. Laat het dan ook gewoon lekker zijn voor wat het is. Dan kan het goed zijn als je over een paar maanden of een jaar deze reading kijkt, dat je zoiets hebt van, ik snap wat ze nu bedoelt. Maar dat het nu dan nog gewoon te vroeg is om deze reading te kijken. Maar toch word je er naartoe getrokken en dat is om een reden. En die reden is dan wellicht om jou nu alvast wat inzichten te geven wat er allemaal mogelijk is in iemands leven qua afkomst, tijdlijnen, energievelden, noem maar op. Maar goed, we gaan eens gewoon even verder op de energie die ik hier voel. Wat mag ik erbij leggen? We krijgen gelijk al de koningin van staven. Ben je als man aan het kijken, kan dit natuurlijk ook jouw energie zijn. Daar hoef je je eigen niet voor terug te trekken dan. Iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke energie tot zijn en haar beschikking. We krijgen de 7 van zwaarden erbij. En dit komt omdat jij in dit aardse stukje aan het leren bent. Wat betekent dit nou, hoe ik dit vorm kan geven? 7 van zwaarden voelt voor mij in dit aspect. Oké, van jij wil niet meer die diepe strijd aangaan van die negativiteit. Jij wil een eerlijke strijd aangaan. Je neemt 5 zwaarden met je mee, maar je laat er 2 liggen. Terwijl je waarschijnlijk die 2 ook mee zou kunnen nemen, maar dat is nog het stukje leerproces. Dus als jij voelt, oké, ik mag nu verder en ik ga die strijd niet meer aan, dan kan het wel zijn dat bepaalde lessen weer even terug gaan komen op jouw pad, maar dat heeft iedereen. En iedereen zal getriggerd worden en iedereen zal lessen krijgen. Maar het is aan jou, hoe ga je er dan mee om? Als je dan een proces gaat krijgen van er komt iemand terug en er liggen 2 zwaarden tot jouw beschikking, dan kun je het ook als een eerlijk proces laten gaan. Dan kun je knopen doorhakken, dan kun je keuzes maken. Ik geef hem of haar een zwaard en ik geef mezelf een zwaard en ik ga er tegenin. Of je zegt, ik pak dan alsnog die 2 zwaarden weg en ik loop ervoor weg. Want ik bewandel mijn eigen pad. Er zit een nieuwe stroming in en er gaat een verandering plaatsvinden voor jullie, lieve leeuwen. Maar dat zal niet binnen nou en een maand zijn. Dat is niet, als je in deze video in mei 2024 kijkt of net daarvoor, dan zal het nog niet voltooid zijn. Wel gaat er een verschuiving plaatsvinden waarbij het dus wel is dat of je gaat vertrekken of je gaat voor jezelf een keuze maken om voor jezelf te kiezen. Het kan zijn dat je gaat verhuizen. Het kan zijn met je werk dat je gaat veranderen.
Omdat jij in die energieshift gaat komen. Omdat je vanuit je ziel gaat handelen. En jouw ziel geeft duidelijk weer, oké, in dit aardse bestaan mag jij een nieuwe insteek gaan maken. Waarbij jij de kracht gaat bezitten met de kennis vanuit een andere planeet. Ga je dit in het aardse jasje ook toe gaan passen. Wat je dus in combinatie met die twee heel erg snel kan laten ontwikkelen en groeien. Kijk eens, we krijgen daar ook de 10 van munten bij. Onderkant dekt de 8 van munten. Jij blijft in die zelfontwikkeling zitten. Waardoor jij dus veel vooruitgang gaat boeken. We krijgen dubbele kaarten. Nu is dit tijdens de mei-readingen sowieso een feit. Dat er heel veel dubbele kaarten qua tijdlijnen op tafel komen. Dus dat is een teken dat in welke tijdlijn jij ook zit. Dat je echt wel een strijd op hebt geleverd. Vooral de 5 van zwaarden. Hè? Je gaat niet meer die intensiteit aan. Je kiest voor jezelf. De juiste pas weet jij te zetten. De juiste richting weet jij te bepalen. Maar het kan zijn dat je daarvoor wel iets achter je dient te laten. Iets wat dus niet meer voor jou bestemd is. Kan te maken hebben met een derde partij die in beeld is geweest. Of dat je misschien het gevoel had dat jij ergens niet bij hoorde. Of dat iets niet in dit aardse stukje kloppend is voor jou. Een bepaalde miscommunicatie met iemand. Maar dit allemaal om jou verder open te stellen in dat hogere segment om te mogen ontvangen. Vanuit het spirituele netwerk dat je vanuit daar mag gaan ontvangen. En dan zul je ook merken dat bepaalde patronen doorbroken dienen te worden in dit levensaspect. Om vervolgens ook weer iets te mogen ontvangen. En dat zal voor iedereen dus anders zijn, maar weet wel, lieve kijker, dat jij zelf de richting kunt bepalen en de snelheid van jouw zielsmissie. En jouw zielsmissie kan te maken hebben met je zielsontwikkeling. Het kan te maken hebben dat jij een zielscontract hebt om anderen te ondersteunen en jouw kennis te delen met anderen. En zo zullen er nog meerdere mogelijkheden zijn. Maar jij gaat nieuwe inzichten krijgen. Je gaat nieuwe richtingen inzetten. En vanuit daar kun jij iets nieuws creëren. We krijgen de keizerin erbij. Dus als we dan gaan kijken naar een bepaald tijdsbestek, dan kan dit goed tussen mei en oktober plaats gaan vinden. Je hoort mij niet heel vaak over tijdsbestekken. Een enkele keer wel. En dat voelt voor mij, als ik dan naar de kaarten kijk, daar tap ik dan op in. Soms krijg ik door dat ik een tijdsbestek aan mag bieden. Maar niet altijd. Omdat het collectieve readingen zijn. En die readingen zullen dus ook voor iedereen anders kunnen worden ervaren. Je bent niet meer afhankelijk. Doordat je niet meer afhankelijk bent van een energiestroom waar je eerst op zat, omdat je in je eigen kracht bent gaan staan, krijg je dit dus ook als beloning. En die beloning geeft ook weer van oké, ik krijg met oprechtheid een nieuwe kans. Ik ga dit ook inzetten. En vanuit daar weet ik ook, oké, als ik deze richting inga, dan weet ik dat het zuiver is. Als het die richting inga, dan weet ik dat ik daar een vertraging misschien door op kan gaan lopen. Maar die nieuwe ideeën en nieuwe communicatie gaat wel komen. En het is aan jou hoe je dit vorm gaat geven. Ga je het verkeerd vormgeven, dan kan het als vertraging gaan fungeren. Onderkant dek heb ik de 6 van zwaarden. Dus weer dat vertrekgedeelte. Hè? Dus weer naar die nieuwe richting toe. Weer een nieuw moment. Dubbele bevestigingen in de kaarten. Toren komt op kop. Dus iets is voor mijn gevoel al geweest. En je bent al wakker geschud. Dus dat moment hoeft er niet meer te komen. Innerlijk voel en weet jij al heel veel. Alleen die momenten dat het echt ook het kwartje gaat vallen, die gaan de komende periode nog sterker geactiveerd worden. En als die sterker geactiveerd gaan worden, weet je dus eigenlijk dat al die kennis die jij en al die andere levenservaringen met je meeneemt, je daar dan ook de positieve punten uit kunt halen om jou weer de richting in te zetten. Nu is het wel zo dat die ridder toch al richting de weerstand gaat. Zet de neus de juiste richting uit. Dan zul je ook merken, oké, ik mag nu mijn weg zelf bepalen. Ik pak er wat kaarten bij. En dat kan te maken hebben dat je misschien nog aan het wachten bent op een partner of een proces waarbij jij hoopt te mogen connecten.
Waarom ik voel van je bent nog met iets bezig, dan kan het zijn dat je vasthoudt aan een relatie, een liefdespartner of een andere verbinding, waarbij jij jouw energie blokkeert. En die blokkade mag er dus af worden gehaald en dan pas kun je van richting veranderen. Maar dat heeft ook als medeteken dat je in mag gaan voelen van oké, hoe kan ik iets vormgeven dat het voor alle partijen waarmee ik toch te maken heb, in de positieve zin kan zijn, waarbij ik op spiritueel vlak mijn ruimte ga nemen om te kunnen gaan groeien en vanuit daar ook nieuwe richtingen kan uitzetten. Jouw derde oogchakra is dus geactiveerd. Intuïtief ga je heel veel dingen doorkrijgen. Je krijgt boodschappen gechanneld vanuit het hogere goed, vanuit een wereld waar jij misschien nog geen weet van hebt, maar blijf niet vasthouden aan een verbinding die niet in de vorm is waar jij op wil anticiperen. Want het kan namelijk zijn dat de verbinding wat hier dus ligt, gericht is op het stukje seksueel vlak. Wil je dat niet, dan zou ik daar niet voor gaan. Heb je zoiets van, ja, maar ik vind het wel prima, dan kun je daaraan vasthouden. Maar dat blokkeert wel direct jouw energie om naar die nieuwe richting te gaan. Dus lieve leeuw, voel vooral aan wat voor jou bestemd is. Hè? Want jij alleen kunt de richting bepalen en kunt keuzes maken of dat je iets in stand wil houden of niet. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje voor deze maand. Oké. Kijk eens. Ik heb de moed om grenzen te stellen. En die grenzen stellen kan hier ook mee te maken hebben. Hè? Dat je een grens stelt van oké, ik wil niet meer alleen op seksueel vlak met iemand connecten. Maar op een dieper spiritueel vlak wil ik ook connecten. En anders wil ik daar niet meer aan vast. Houden. Dus er gaat heel veel verwezenlijk worden als jij maar ook de moed in jezelf hebt. En dat zien we hier. Hè? Je hebt een enorm doorzettingsvermogen. Je hebt de kracht. Je hebt de inzichten. Alleen jij kunt je voeten de richting in zetten waar ze naartoe mogen lopen. En de rest kun jij alleen maar je hart en je intuïtie blijven volgen. Dus lieve leeuw, dit was voor nu jouw reading voor mei 2024. Laat vooral een berichtje of een like achter mocht dit jouw video zijn. Kijk anders echt even bij een van je andere tekens. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, lijkt het me ontzettend leuk als je je eigen gaat abonneren. Dan groeit de community als je dan ook nog een belletje aanklikt. Blijf je ook nog op de hoogte van alle video's die ik post. Lieve leeuw, een fijne meimaand toegewenst. Of wanneer je het dan ook ziet, een fijne periode toegewenst. En tot de volgende video. Doei doei!